Ja Robert, jullie begonnen goed, denk ik. En na die rode kaart kan het hele strijdplan in de prullenbak, denk ik. Ja, het is gewoon kloten dit. Want ik weet zeker dat er onterecht de rode kaart was. En daardoor is heel de wedstrijd gewoon weg. Heel je strijdplan is weg. Ik denk dat we de wedstrijd onder controle hadden. We scoren mooi. We hadden al een paar aantal mooie kansen. En ik zeg al, je koopt er niks voor. Rode kaart, 10 man. Daar kan je niks anders doen dan tegenhouden. En hopen dat we in de omschakeling nog wat kunnen doen. Maar het is gewoon doodzonde. Het is niet de eerste keer dat we zo benadeeld worden, laat ik het zo zeggen. En het is gewoon niet leuk. Ik spreek met elkaar wat af. En het ging gewoon goed. Op een gegeven moment krijg je die rode kaart. En dan, dan wordt het moeilijk. Dus. Ja, wat ik wel knap vond is dat jullie de tweede helft niet dachten van we blijven gaan proberen het puntje te verdedigen, maar wel gewoon even goed doorgingen voor de winst. Ja, tuurlijk. We hadden wel het gevoel dat we in de omschakeling een paar keer tussendoor zouden kunnen komen. En daar hebben we op gehoopt en geprobeerd. En helaas is het deze keer niet zo gegaan zoals we wilden. Maar ik weet zeker dat het wel gewoon goed was. Omdat wij wel de spelers hebben die ook gewoon uit niks een goaltje kunnen maken. Dus al met al, zonde. Onterecht, zonde. Dus. Ja, want wat is de doelstelling van Dordrecht dit seizoen? Persoonlijk, maar ook voor jou persoonlijk, maar ook als team? Ja, als je ziet naar ons, de wedstrijden die we gespeeld hebben, spelen we gewoon goed voetbal. We staan goed, fysiek gewoon goed, voetballend goed. Dus ja, ik vind dat we linker rijtje gewoon moeten halen. Ik denk dat we ook gewoon bij die doelstelling moeten blijven. En deze keer zijn we gewoon benadeeld. En ik denk niet dat je dan de doelstelling aan moet passen. En gewoon moeten doorgaan zoals we afspreken met elkaar. En dit gewoon volhouden, deze lijn doortrekken. Van de eerste helft, hoe we de eerste 20 minuten tot die rode kaart gespeeld hebben. Zo doorgaan, meer kan je op dit moment niet doen. Ja, voor jou persoonlijk, want je scoort vandaag dan niet. Maar je hebt er al twee in het bandje liggen. Wat is jouw persoonlijke doelstelling dit seizoen? Ja, mijn persoonlijke doelstelling is sowieso dat we met het team ook gewoon een linker rijtje gaan halen. En voor mezelf heb ik ook wel wat doelstellingen qua goals. Maar ik vind het niet nodig om die nu op dit moment uit te spreken. Ik heb zeker voor mezelf een persoonlijke doelstelling. En daar ga ik aan werken. En we zullen zien in de loop van het seizoen hoe dat gaat worden. Ik vind altijd als je het zomaar uitspreekt, kan het ook ten nadele van jezelf gaan. Dus... Ik vind het gewoon zonde op dit moment en ik heb er nu op dit moment weinig over te zeggen. Terecht de rode kaart dus.